Wie ben ik? Wat ben ik? Dat is het waar het hier om gaat. Wie ben ik? Wat ben ik? Het houdt je even van de straat. Vraag ik haar, wie ben ik? Dan zeg ik, die ken ik. Dan is er weer een punt gescoord in spelletje. Wie ben ik? Wie ben ik? De tweede aflevering alweer. Vorige week gingen we gillend van start met Wie ben ik, coryfeeën. Ja, uiteindelijk wel, ja. Met Wie ben ik, coryfeeën, André van Duin en Ron Brandsteder. En ook vanavond belooft het wat te worden. Dat kan ook haast niet anders met twee hysterische teamcaptains. Laat ik ze maar aan u voorstellen. Dames en heren, aan mijn linkerzijde, Patty Brart. En aan mijn rechterzijde, Gerard Joling. Meeschaat. Gerard, ja. Vorige week heeft Betty gewonnen. Betty? Jij mag straks, jij moet nu nog even je mond houden. Ja? Betty valt uniek, hè? Vorige week heeft Betty gewonnen. Wat ga je doen om minstens op 1-1 te komen? Nou ja, ik heb toch wel denk ik mijn twee toppers meegenomen. En ik hoop echt dat we nu een paar punten gaan scoren. Ik heb opeens je twee toppers. Oké, ik ga het nu even voorlezen. Nee, Gordon, als je nog één keer je mond open doet, krijg je strafpunten. Okay. Lekker begin, maar... Ja. We moeten even de toon zetten. Nee. Ik ga gauw naar de andere kant. Betty, wie heb je meegenomen voor vanavond? Mijn twee toppers. Nou, vertel. Ja, die heb ik altijd al bij me, schat. We zijn met z'n vieren. Nee. Ik heb bij mij mijn lieve vriendin. Dat kan wel. Wij gaan heel ver terug. Haar achternaam klinkt als iets wat ik heel vaak heb meegemaakt. Ik denk dat ik maar ga scheiden. Ik ben ontzettend blij dat ze er is, mijn lieve luf collega. Ik denk dat ik maar ga scheiden. Hartelijk welkom, Marga. Fijn dat je er bent. Nou, ik heb er nog één, hoor. Tussen ons was het goed. Wat zeg je? Word je niet goed? Tussen ons was het heel lang haat en nijd. En haar achternaam klinkt als iets wat ik vaak uitriep na de scheiding. Hoezé! Shalalalalalala! Hier is José Hubé. Fijn dat je er bent, José. Jongens, daar komt ie, Corrie. Ook wij staan elkaar natuurlijk wel eens met de handtassen om de oren. Nou moet ik zeggen, jij bent daar enorm van opgeknapt. Maar, want zeg nou eens eerlijk, hij is en blijft toch mijn valse stiefzuster, dames en heren. Het is toch zo, of niet? Fijn dat u zo leuk reageert ook. Ik zou zeggen, oude trekpop, lelijke draak. Je bent niet chic te slaan, maar je bent en blijft mijn topper. Dames en heren, hier is Gordon! Nee, nee, ben ik aan. Ik ga er even voor zitten. Hij leeft al jaren in de bijt. Nou, sorry. Zit al 3 weken op de voedselbank, maar we gaan door. Het is niet te zien. Nou, we houden het leuk, we houden het leuk. Het is heel gek, nee, maar je wilt natuurlijk altijd in het middelpunt staan. Maar nu zit ik natuurlijk toch 1 keer in het midden, dus ik hoop dat je dat wel goed vindt. Kost je ook een vermogen, hè? Kost me een vermogen. Maar zijn eigen huis is even niet meer jammer. En ik kan alleen maar zeggen, rot voor je, maar het komt allemaal goed. Toch heb ik met hem heel wat hoogtepunten beleefd. Dames en heren, mag ik een ovatie voor René Vroom. Dames, heren, fijn dat jullie er zijn. We gaan meteen van start. Dat doen wij met het eerste spelletje van de avond. Wie ben ik? Gerard, je mag vandaag beginnen. Je meent. Nou, jij niet, maar je team wel. Oh. Wie ben ik? Dat betekent dat je iemand bent, een persoon. Dat kan van nu zijn, kan van het verleden zijn, kan een stripfiguur zijn. Kan het is een... Of een sprookjesprinses. Of een sprookjesprinses. Een stripfiguur heb ik van mezelf. Maar moet ik op deze rode knop? Als jij zo meteen op die rode knop hebt gedrukt, komt dat bordje naar boven. Luister dan even naar me. Komt dat bordje naar boven. Hij past. Oh, we nul ordineer. Ja. Hebben we wel leuk dat die clinic clown zijn geweest. Als het bordje naar boven is... Nee, wacht! Rustig. Krijg je aanwijzingen van de dames. Ja. Daarna mag jij 30 seconden vragen stellen die alleen met ja of nee te beantwoorden zijn. 30 seconden. Oké, dan mag jij nu op die knop drukken. Als komt hij niet omhoog.
Meestal is hartslag niet juist niet omhoog. Nou, hij komt wel lekker omhoog vandaag. Hartstikke goed. De eerste aanwijzing komt van Marga. Gordon, ik zou graag in jou blijven slapen. In mij? Ja. Misschien moet je het opschrijven, Gordon. Je moet opschrijven. Je hebt in ieder geval ruimte genoeg, schat. Als ik jouw haar dan als kussen mag. Nou, zo dik is het ook weer niet. Nee, daarom. Ik slaap lekker dun. Waarschijnlijk omdat jij het graag op zijn Frans doet. Maar ja, dat is ook niet nieuws. Op zijn Frans. Wat zie jij eruit met die bril? Ik heb nog twee glaasjes op. Op zijn Frans doen. Oké, sorry. Met die bril op, laat je die kisten er niet. Ik laat hem niet kisten. Je vindt toch niet dat ze op naar mijn schoenen lijken? Wel. Nee, op Philip Frerix. Is het Brian, hè? Je mag het niet hè? Je mag je aanwijzing geven. Niks op mij, zeg ik toch. Wel, wat wel jammer is, jij bent een eencellig wezen. En dan hebben we het niet over hersencellen. Goed. En dat waren je aanwijzingen. Je 30 seconden vragentijd gaat in. Ben ik een man? Nee. José, vrouw dus. Ja. Ja. Marga, ben ik ouder dan 30? Wat zeg je? Nee. Nee? Rustig tijd. Petty. Ja. Petty, het gaat van mijn tijd af. Gaat het van mijn tijd af? Ja, als je zo door wilt, dan weet je het. Pet, kom ik op televisie? Regelmatig. Je mag het nog niet zeggen. Je wil hier naar huis. Ik wilde namelijk vanavond van het vreselijke programma. Oh. Gerard, jij mag op de knop. Het is toch een enig programma. Nou ja. Wat kijk naar nou uit. Mijn liefde Gerard. Hoe kan dat nou weer? Ja. Oh. Dat het ding nog omhoog komt. Ja. Marga, help Gerard een beetje op weg en geef hem alsjeblieft de eerste wijziging. Een knappe aanwijzing moet ik hebben. Oké, okay, ik weet het al. Ik heb het zelf al gegeven net. Gerard. Je bent niet vies van een triootje. Je wordt al gelogen. Nou, ik zal het niet over jouw leven hebben. Quartet. En bovendien... Sextet. Gerard. Ja. Word jij vaak... genomen. Viesbeuk genoemd. Dat hoor ik nooit. Ja. Gek, ja. Gek, maar van huis uit ben je van onder goed. Wat? Lees je het niet verkeerd? Nee. Ben je goed van onder? Zou weer van onder goed? Ben je van onder goed? Oh, die is leuk. Marga, ben ik een meisje? Wat ben je? Nee. Nou. Zeg nou gewoon nee. Oké, ben ik dus een man, Petty? Je bent een man op een top. Je bent zo op een top man. Moet ik het zoeken? Moet ik het zoeken in de... Is het filmisch? Is het iemand uit de soap? Is het wat? Ja. Uit de soap? Uit de soap. Ook. Toch? Uit de film? Van de film, Petty? En geef antwoord en rek niet. Wat willen? Mocht hij willen. Oh. Nou, hier schiet ik toch geen reet mee op, hè? Nee, maar het is geen soapie. Nee, het is wat anders als je wel eens... Maar iemand uit de soap? Ja, dat hele leven is een soap. Hij is niet in de film. Van diegene. René, je mag op de knop drukken. Als je nog durft. Doe dat met liefde. Ga erop zitten. Wil jij moet erop zitten. Jij moet erop zitten. Ja. Kijk. Zit nou. Nou, met die geur lukt alles. Hij doet er normaal gesproken met een Amsterdammetje. Oh. Ja. Oh, die maar, doet nog niks. Hey, niet met deze Amsterdammer. Jongen, hey, laten we gaan met het programma. Tot het nou, ik hoor het wel. Nou, René, jij bent een voorbeeld voor elke man. Ja, absoluut. Van ja. Absoluut. Van voren doe je niet onder... Voor de president van Amerika. Van voren, oké. En van achter? Konden we jou maar klonen? Nou, vind je niet genoeg, heen? Mag het dak van de arena wel open? Zo groot is je ego. Je hebt 30 seconden, René.
Juf C, ben ik een man? Ja, nou. Pet, ben ik een mooie man? En of jij een lekker ding bent. Kijk eens goed. Ik weet hem al. Ben ik... Marga. Hij weet het. Ja, ik weet het ook al. Weet je, ben ik... ben ik acteur? Ja. Oké. Zo makkelijk dat ik zou willen. Nou ja, maar sorry. Ben ik, jij neemt zo tijd zo makkelijk. Heb ik een huis in Italië? Zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Ja. Nou. Jongens, reuze spannend. Het is namelijk... je mag nu een gok wagen. Jij zei net dat je het al wist. Je mag één poging wagen. Ik zou het echt niet weten. Op zijn vrouw een vrouw... Roep iets, maar niet. Georgina Verbaan. Net niet. Ja, maar die vind ik wel leuk. Tuurlijk, lul dat nog maar eens. Gerard, wie ben je? Dat nooit goed komen. Houdt niet van een trio vaak viespeuk? Is het, heeft het iets... Nee, je moet het zeggen. Van... Jules Deelder. Jules Deelder is toch niet viespeuk? Juist. Nou, dat is toch geen viespeuk. Maar is een leuke gok. René? Oh, ga je mij weer slecht lopen maken in dit programma? Jongens, hou nou even je mond. René wil wat zeggen. Ik dacht dat ik het wist, maar ik heb eigenlijk een goed antwoord nodig. Ben ik... Nee, je mag het niet. Zeggen. Je mag ben nu ik de paus? Nee. Je bent net niet de paus. Stop. Kunnen we pauze nemen? Dat bedoelt hij. Nee, dat kan ook. Gordon? Het is ook spannend om hier de pauze te nemen. We gaan je een beetje helpen, Gordon. We hebben een voorwerp. Voor jou? Ja. Kijk even mee. Misschien dat het helpt. Gordon, is dit echt wat je wil? Heeft dat te maken met het tv-programma wat ze doet? Nee, het gaat erom, is dit echt wat je wil? Laat je niet uit de tent lokken. Ja, maar ik bedoel... nee, maar ga... Gaat er je tijd aan en dus van je punten. Nee, is het niet Marijke Helwegen? Nee. Ja, dat dacht ik eerst. Nee, het is niet. Maar hallo, niet naar René. Oh, natuurlijk. Nee, op zijn Frans. Oh, is ze vaak bij Jensen te gast? Nou, dat lijkt me niet. Nee? Nee. Dat is ook niet Kelly. Ja, als ze slim is? Ja, het is dom. Ja, waarom? Nou, ze is niet dom. Jongens, geef er nog een hintje bij. Nou, ik doe er nog een hintje bij. Ja. Je hebt voor elke dag een andere handtas. Is het Gerard? Tijd loopt, nog 39 seconden. Kunnen jullie een beetje helpen, jongens? Nee, nog niet hoor. Nee, het nog is, één hint het is, niet in, het is geen Nederlandse, laat Nederlands. Ik dat dan zeggen. Oh, Pamela Anderson. Nee, wacht even. Nog een hint. Geef nog een hint bij, jongens. Nog een hint. Carmen Electra. Nee, van die twee zusjes. Luister dan naar mijn hint. Wat is die hint? Paris Hilton. Wel een gezellig wezen. Anders heeft hij in de gevangenis gezeten. Eén cel. Het komt niet echt slim over, maar volgens mij is het... Ik denk het wel heel leuk. Ik denk ook dat ze bloedslim is. Ja, maar dat is René ook, want die zit daar heel stil op dat hoekje. Maar die had het wel mooi... Ik vind het goed en die heeft jullie geholpen aan 10 punten! Is nog geen vetpot, maar het is een begin. Misschien slepen jullie er nog wat meer uit. We gaan zo meteen kijken naar jouw voorwerp, maar we gaan er eerst even uit. Heel graag tot zo, bij Wie ben ik? Zet even je bril op. Het is wel het gesprek van de dag. Ja. Is het geen Vielmaasde? Oh, jij Groningen. Was het nou een beest, ja of nee? De eerste 10 punten zijn gescoord door het team, ja. De eerste 10 punten gescoord door het team van Gerard. Maar er kunnen nog wel wat punten bij. Dus Gerard, gaan wij vragen aan onze lieftallige assistente Suzanne of we jouw voorwerp mogen zien. Ga maar hard.
dit was niet Suzanne. Met jou vegen we graag de vloer aan. Wat zeg je nou met jou? Graag de vloer aan. Ja, met jou ook. Maar moet ik wel beginnen ook? Dit is mijn aanwijzing. Maar ja, dat nou, ja, moet je luisteren. Houd niet van een trio. Je veegt de vloer met me aan. En vaak een vies van een trio. Juist van een trio. Ja, je bent niet vies van een trio. Ja. Niet vies van een trio, sorry. Het is iets met z'n drieën. Ik doe iets met z'n drieën. Ja, wat hebben die honderden mee te maken? Ja, dat hebben die honderden mee te maken. Drie tenoren. Is het hij? Smaken verschillen. Zwart en wit is het er niet naar. Sandra en André, Saskia en Recherche. Ik maak graag een uitspraak. Toppers? Hebben het iets met de toppers te maken? Maar het is eentje. Je wil... Ondergoed jij? Ja. Ja, dat vind ik... Hoezo niet vies van het trio? Dat heb ik 6 keer gedaan. Je leven. Ik heb veel van jou gehoord, maar ik heb nooit gehoord dat je jou een viespeuk genoemd hebt. Nee, dat snap ik niet zo erg. Nee, maar dat horen jullie ook niet, dat horen wij niet. Ja, maar ook goor. Oh, goor. Okay. Ja, je weet van de kleine goor. Krachtig, hè? Ja. Jongens, hoe dan ook, 53 punten erbij. Dat is niet slecht, toch? Nee, je hebt hartstikke goed gedaan, hier. Voor de man die na 1 aflevering al riep, ik raad nooit wat, heb jij dat hartstikke goed gedaan met 53 punten. En jullie zijn er nog niet, want hier komt je voorwerp. Gooi hem er gelijk in. Ze ging ook bij jou, zitten. Nou wil ik ook. Ik wil het ook. Dat krijg je thuis niet, hè? Zijn wat ballen, vind je niet? Nou. Wauw, hè? Maar ze deden het goed, hoor. Even voor de goede orde en de duidelijkheid. Hoe lieftallig ook, ook dat was niet onze assistent Suzanne. Nee. Maar je komt dus niet. Maar wat was het wel? Mogen we daar nog een aanwijzing bij horen? Ja, René. Oh, dit is voor jou niks nieuws. Nee. Wat zeg je nou, hè? Niks nieuws. Je 90 seconden gaan nu in. Vraag me raak, René. Marga, heb ik te maken met het ziekenhuis? Ook? Nee, ja. Speel ik... Ja. Ben ik een acteur, acteur in de ziekenhuisserie? Wat jij wil. Af en toe. Ben ik George Clooney? Spelletjes met die kaartjes altijd, weet je dat? Ja, maar dat hij doet hij natuurlijk. Ik weet niet wat voor spelletjes je allemaal doet daar. Heb jij verdraaide goed gedaan. Ik zit helemaal in de tas. Wie ben ik? Dokkertje te spelen. 67 seconden erbij. Dat ik heel goed. Dit gaat niet goed. Ik heb me waanzinnig. Ja, je moet je borst nat maken inderdaad. Dat gaat wel lukken. Heren, als ik even mag, ik heb leuk nieuws voor jullie. Ja? Jullie hebben 130 punten. Nou, bijna. Ik gooi je bijna de tent uit. Nou, eens even kijken wat jullie gaan doen, meiden. We gaan ronde 2 spelen en die ronde heet Wat zeg je? Luister, 1,5 minuut krijg je om een verhaal te vertellen, compleet uit de duim gezogen over een onderwerp dat ik je geef. Tijdens jouw verhaal komen er 3 woorden naar boven. Die moet je verwerken in je verhaal op een zo onopvallend mogelijke manier. Want de tegenpartij gaat raden welke 3 woorden jij in je verhaal hebt verstopt. Voor elk geraden woord krijgt het team 30 punten. Gerard, jij mag vandaag beginnen met praten. Want we willen graag... Precies, Peter moet scoren. We willen graag een... Dat is net zo goed als vorige week. Maar ook zo waarheidsgetrouw mogelijk verhaal over jouw eerste keer. Wat? Vorige week. Dus de eerste keer. Als je het niet weet. De tijd loopt. Go. Nou, mijn eerste keer. Mijn eerste keer, dat was heel bijzonder. Want dat geloven jullie misschien allemaal niet. Maar dat was namelijk met een meisje. Misschien is het een leuke scoop voor mijn eigen programma. Maar het is in ieder geval was heel bijzonder. Want het was namelijk een buurmeisje van me. Niemand mocht dat weten. Dus ook niet mijn ouders, mijn broer niet, mijn zus niet. Het was allemaal heel stiekem. En ze hadden namelijk een garage.
hoe oud ze was toen. We waren al bij 14 of 15. Leuk, ja, leuk voor jou ook. Het is goed gelukt dat je... Dat jij toen al op de markt ook, ja. 14, bij zijn Even zonder dolle, hoe het zat. We deden het dus naast de dieseltank. En hebben eigenlijk alles uitgeprobeerd zoals het zou moeten. We begonnen een beetje met zoenen, je kent het wel. Maar ik moet je zeggen, ik dacht dat ik er toen al heel goed uitzag. Ik was een jonge jongen. Maar eigenlijk moest ze over de nek. En ze had een soort spuugdoekje bij zich waar ze in één keer helemaal akelig van werd. En het zag eruit als een soort koeienvlaai. Ik werd er helemaal misselijk van. Daar gaan we dit mee maken in de programma met jou. En ik denk, lig ik nou naast een soort paspop? Ik wist het gewoon niet meer. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Later zag ik Geert Wilders. En ik denk, ja, die moet dan nog veel lelijker zijn als wie dan ook. En ben ik dan zo knap geweest? Nee, dat was ik ook. Ik ging via Hive zoeken hoe het dan allemaal wel zou moeten. Toen heb ik een cursus gevolgd via de reddingsboei. En ik denk, zo ga ik het allemaal doen. Nou, bij mij was het dus aan de overkant bij die graven. Daar was de afwerkplek. En ik dacht nog bij mezelf, Geer, wat ga je nou doen? Welke kant ga je nou op? Weet je nou precies hoe je in elkaar zit? Dat ben je toch van een soort van draaikont. Je lijkt wel een Afghaanse windhond. Hoe gaan we dat nou allemaal organiseren? Hoe ik het georganiseerd heb, heb ik het georganiseerd. Ik heb hem meegetrokken opnieuw naar de sleurhut. En we hebben opnieuw op het 15e... Mooi! Zo'n verhaal! En dan toch nog... Ja, en dan toch nog een bijna romantisch einde aan dit verhaal. Ik vond het, heel knap. Dit was te snel. Maar dames, om welke woorden ging het? Ja. Nou, dat, je bent... slecht verhaal, hè? Nee, het is een fantastisch verhaal. Ja. Maar ik weet dat jij een sluwe vos bent. Dus Marga heeft 19 woorden. Dus, ja, natuurlijk. En het mogen er maar 3 zijn. Ik zeg, spuugdoekje. Is goed. Heel goed. Oh ja? Goed hoor. Ik heb het nog niet eens met jou overlegd gehad, maar voor Els is nieuw. Ik zeg, Geert Wilders. Ja. Oh. Goed zeg. En ik zeg Afghaanse windhond. Nou, dat is jammer. 2 van de 3. Hartstikke goed. Het draai komt zeker. Toch, die draai komt. Echt waar? Nou, wel goed hoor. Maar dames en heren, 60 punten voor het team van Patty. Ja, dat is... Leuk programma. Best leuk, hè? Ja, absoluut. We gaan nu luisteren naar een prachtige anekdote, een mooi verhaal, verteld aan ons door Patty. Patty, jouw verhaal alsjeblieft over toen ik meedeed aan sterren dansen op het ijs. Dat het gewoon inderdaad een kansloos verhaal wordt. Het. Want je begrijpt natuurlijk wel dat de enige manier waarop ik een programma nog binnenkom... en zeker als het op een gladde vloer is, is inderdaad die benen uit elkaar te trekken. Nou ja, goed, dus ik zat met Gerard op Curaçao en ik zit aan die bar... en hij zegt, waarom doe jij eigenlijk niet mee? Ik zeg, nou schat, ik kom uit de jungle, ik heb nog nooit een schaats gezien. Maar ja, goed, wijntje erin en... Wat stil, wat? Die wijntje erin en ik die benen uit elkaar op die bar. Nou, dat hebben we nog lang moeten horen, want er zat ook namelijk een journalist aan die bar. En die heeft daar nou het later over geschreven. Heel lang verhaal terug. Ik ga terug naar Nederland. Ga die schaatsen pakken. Nou, en ik kom daar natuurlijk never nooit in zo'n schaats. Want ik heb natuurlijk aan die rechtervoet een hamerteen. Dat wil jij echt niet weten. Dus die krijg ik niet in die rechter schaats. Mijn linkervoet, die heeft gelukkig niet een hamerteen. Maar die heeft een extra oog. En ja, goed. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht van, weet je wat ik nou doe? Ik kreeg echt, nou ja goed, ik kreeg die schaatsen niet aan. Ik dacht, nou, ik ga er eens iemand opbellen, een schaatser. En die, ja hoor, die kwam met het ei van Columbus. Die zegt gewoon, je moet niet in die sokken. Je moet geitenwolle sokken aan. En daarna moet je er een plastic zak omheen duwen. En dan glij je er zomaar in. Nou ja, goed. En toen was het feest dus helemaal compleet. Dus de eerste beste avond dat we daar hebben gestaan, heb ik natuurlijk gegierd van de lach. Het zag er niet uit. Maar ja, we hebben het afgerond met een lekkere borrel en een bakje snuiftabak. En nou ja, toen dacht ik, het kan niet mis. Super. Dankjewel voor je verhaal. Ik denk extra hoog om het op te leiden. Wat? Nou, je zei natuurlijk hamerteen en extra oog. Ik denk dat je dat natuurlijk afgeleid hebt. Dus je hebt eerst hamerteen gezegd. Dus ik denk dat het extra oog is. Of niet? Nee! Ja, maar nu mag het niet meer anders. Nee, ik bedoel de hamerteen, dat zeg ik toch ook. Nee, hamerteen, maar je krijgt er geen punten voor, want je zei extra oog. Ja. Okay. Bijna goed. Nou, dat is jammer. En dan hadden we nog... ik heb hier staan, moeten even kijken wat we nemen. Ik had snuiftabak, plastic zak en ei van Columbus. Geitenwolle sokken. Geitenwolle sokken dan ook, ja. Pas geitenwolle sokken, dames en heren. Ik wil het nu horen, Gerard. Ik wil het nu horen. Snuiftabak. Ja.
voor de hand liggend ook. En? Ja, ik dacht, ik denk... Plastic zak. Ik denk ook plastic zak. Ja. Yes! En de laatste was Ei van Columbus. Jullie hebben 30 punten. Nu hadden we niet eens opgeschreven. De snuistabak was goed. Deze lekker gelukkig meestal. Wees er blij mee met die Afghaanse windhond waar je... 30 punten erbij. Jullie gaan voorlopig gaan kop met 160 punten. De dames hebben er 60. Maar die lopen een ronde achter. En dus gaan we snel door naar de derde ronde. En die heet Wat ben ik? De ronde Wat ben ik gaat in principe precies hetzelfde als de ronde Wie ben ik? Alleen gaat het in het geval van deze ronde dan niet om wie, maar om wat. Ik kom er lekker uit mijn woorden. Hartstikke goed. Gaan we maar gaan beginnen, Marga. Druk op de knop. En nog een keer. Ga erop zitten, Petty. Ik zal erop gaan zitten. Je geeft genoeg. Jij kunt hysterisch tekeer gaan. Okay. Sowieso, denk ik. Je zou het niet zeggen. Ja, Marga, ben je erbij? Ja. Maar je erbij? Toch is een ecstasypil jouw grootste vijand. Wie? Wat? Een ecstasypil is jouw grootste vijand. Oh, daarna. Ja, dat klopt. En sorry dat ik het moet zeggen, maar jouw voorkant stinkt. Nou, dat kan je toch niet maken? Ja, nee, ik moet wel eerlijk zijn. Ja, dat is waar. Streng maar rechtvaardig. In de kleedkamer. Wat? Marga, je mag 40 seconden vragen stellen. Zeg er even bij aan wie je de vraag stelt. Ja, René, ben ik een wat voor je tijd? Ben ik een voorwerp? Wat voor voorwerp? Voorwerp. Ben ik een voorwerp? Ben ik een voorwerp? Dat is moeilijk dit. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, ik ben geen voorwerp. Ben ik een beest? Ben ik een beest? Tegen wie heb je het? In bed. Sorry, Gerard, ben ik een beest? Nee. Moet je daar nog over nadenken? Nou, eenzellig wezen. Ben ik een... Je bent al heel ver gekomen. Jongen, ben ik een beest? Ik rek gewoon. Jezus, zoals je hele carrière al doet. Ja. Daar kan je nog wat van leren. Goed, volgende. Ja, die is leuk. Niks aangelogen. Oh mijn hemel. Nou, dat is niet helemaal waar wat ik hier zie. Je blijft niet hangen in het verleden. Ben ik dan? Ik zag ze net... Oh, sorry. Nee. Nou, je mond. Nee. Hangen in het verleden. Okay. Ja. En je kijkt altijd recht vooruit. Nou, heel vroeger. Ja, en kijk, en met jou kom je nou eenmaal verder van A naar B. A naar B. Ben ik een mens, René? Nee. Ben ik een dier, Gerard? Nee. Ben ik een sprookjesfiguur, Gordon? Je hebt een sprookjesfiguur. Nee. Ik blijf niet in het verleden hangen, hè? Nee. Ja. Nee. Je bent geen sprookjesfiguur. Je bent wel een geit. Je bent wel een heks, maar je bent geen sprookjesfiguur. God, sorry. Ik kijk, ben ik, iets wolligs? Nee. Iets wollig? Nee. Je hebt wel iets wolligs aan. Bloedheet heb je het. Nou, zweten. Jongen, José. José, Nana, ben je erbij? Nana. Oh, Nana. Nana. Hi, oh ja, Roos. Je mag. Hij is met moed, beleid en verhaal. Je krijgt eerst drie aanwijzingen, José. Oh ja, die is leuk. Goed luisteren. Ja, die is heel José, leuk. De hele wereld ligt aan jouw voeten. Nana Mouskouri. Nee. Daarom glip je overal tussendoor. Jeetje, wat ben je dan? Oh, ik weet het al. Het is niet onmakkelijk. Weet je het al zo? En toch ben je wel een beetje dom geweest. Ben ik een beest? Aan wie vraag je? Nee. Zet even je bril op, schat. Ik kan je niet zien. Zet even je bril op. Het is wel het gesprek van de dag. Ja. Het is ook gewoon, het lijkt wel een duikbril. Is het natuurmaatste? Even kijken, ik liep overal tussendoor. Oh, jij Groningen. Was het nou een beest, ja of nee? Aan wie vraag je? Aan jou vroeg ik het. Oh, sorry, je bent geen beest. Oké, ben ik een persoon? Nee. Nee, nee, je bent een wat ben ik. Aan wie vraag je wat, José? Wat ben ik? Wat ben ik? Wat ben ik? Ik heb bloed gebeurd in die gasten. Het
ook echt een heel moeilijk spel. Dat blijkt maar weer. Het is een moeilijk, moeilijk spel. Jullie mogen alle drie een gokje wagen. Wacht nou even. Ik mag een gokje wagen. Wat ben je? Urinoir? Nou dan. Ja, is goed. Ik moet helpen. Je bent geen urinoir. Petty, wat ben jij? Nou, ik blijf niet hangen in het verleden. Ik kijk recht vooruit van A naar B. Ben ik een stoomtrein? Qua figuur zeker. Nou, ik vind geen slechte vraag. Qua figuur zeker, zegt die. Dat zou ik erg. Nee, dat vind je niet. José, ik denk nee. José, wat ben je? José, neemt het heel serieus. Ben ik een... Ben ik een beest? Zitten er geen ruitenwissers voor die bril, José? Oh, oké. Zing jij eens een prinsesje. Wat zeg je? Een prinsesje. Nee. Zit niet te lachen. Nee. Wat een lelijke bril. Ja. Ben ik Woody Allen? Nee, ik heb het niet. Je mag dadelijk nog. We gaan naar de voorwerpen. Marga, we gaan je een beetje helpen. Kijk goed, hier komt je voorwerp. Maar dit is het al. Dit is het voor Marga. Oh, dit is het. Half klok. We gaan iemand de voorwerpen, jongens. Nou, wat ben je? Gordon, jij mag daar nog één aanwijzing bij geven. Nee, ik begin er niet aan. Wegwezen jij. Nee. Ksh. Of vindt ze het weer van een ander? Je krijgt 90 seconden. Wat zegt hij? Jij mag vragen stellen. Okay. Jongens, wij gaan verder. Als jullie, Het is goed. Gerard, is het donker? Ben ik in het donker? Hoeft niet. Nou, nee. Het heeft wel een beetje mee te maken. Het wel iets mee te maken, maar ben je niet altijd? Sta ik voor de deur? Nou, soms wel, ja. Soms wel, ja, inderdaad. Flikker te veel licht? Nou, dat zag je soms toch, ook, ja. Ja. Is het een uitsmijter? Met name kaas. Nee. Jongens, geef er nog een beetje. Nee, vraag meer. Nee. Ik help je nog even. Oké. Okay. Stinkt aan de voorkant. Je bent niet goed gemutst. Je hoofd staat altijd op onweer. Ben ik... Katje Schuurman? Ben ik... Oh nee, natuurlijk niet. Is ze een gabber? Nee. Oh, ik weet het. Je weet het al. Nee, ik weet eigenlijk niet. Ben je onuitstaanbaar. Nou, is dat makkelijk. Nou, vind ik niet. Ben ik een onweersbui? Bliksem? Donder. Bliksem? Donder? Nee, zet mij. Maar wat moet je zeggen? Een regenbui? Nee, ja. Nee. Ja. Wat is het tegenovergestelde van... Nee. Jawel. Wel. Kom op. Het is te makkelijk. Wat is het tegenovergestelde van goed? Ben ik slecht weer? Slecht weer! Nee. Ja, ga door. Nee, Gerard is van binnen. Nee. Verrot weer. De kennis. Oh, je zat er zo dichtbij. Zo krijg je ook geen punten erbij. Nee, maar ik vond het heel dichtbij. Maar sorry. Ja, ik wil zeggen dat je was een rotbui. Heb je toch gezegd? Nee. Nee. En we hebben het op de film staan. Ja, ja. Kom eens thuis, zei je. Ja, maar hij heeft het wel allemaal gezegd. Jee. Heb je er geen punten voor gegeven? Ah, wat jammer nou. Dat betekent... Ja, ze ruiken er altijd een beetje aan. Dat er nog steeds 60 punten zijn voor het team van Petty. En nog steeds 160 punten zijn voor het team van Gerard. Maar... Het is nog niet afgelopen. Zometeen zien we het voorwerp van Petty. Nee. Blijf kijken. Zing maar even door. Nee. Zing dan even door. Het is toch zijn liedje? Tot zometeen. Nou, je zong het hartstikke goed. Bij die Petty. Het is gewoon een kwal. Het is stil aan de overkant. Het is stil. Wie ben ik? Hoogste tijd voor team van Petty om wat punten te scoren. Petty, jouw voorwerp komt nu. Misschien gaat het je een beetje helpen. En dames en heren, daar is ze eindelijk. Onze enige echte Suzanne. Het
is gewoon een kwal. Dat is een kwal. Is het al de verlinde? Kan het ook weg? Met jou is het pas echt genieten op het strand. Ja. Nou. Kwal. Nou, die kwal. Ja, dat was het. Nou, vraag maar raak. Gordon heet ik. Geer. Ja. Jezus, ben ik een verrekijker? Nou. Nee. Ben ik een zonnebril? Nee. Die kant die moet je niet op. Lens. Wat voor lens? Ben ik een telelens? Nee. Je moet sturen een beetje goed. Geef eens wat. Je longt naar elke man. Je longt naar elke man. Bril. Nee, het zit lager dan een bril. Zo'n bril. Ben ik een... jeetje, Mina. Pet, schat, kijk nou wat er op tafel Pet, ligt. Ja, maak er zelf elke dag reclame voor. Maak ik er elke dag... Ben ik silicoon? Ja, bijna, ja. Ja, Nederlandse woord. Wat? Nederlandse woord. Weet ik veel. Ben ik gel? Nee, ik zit dichtbij. Ben ik vaseline? Nee. Vaseline Dion. Vaseline Dion. Silicoon, dat is een Nederlands woord voor silicoon. Wat is dat? Implantaat! Ja! Worstimplantaat! Ja. Nou jongens, daar komt ze. Waar is de roze en oude tegen? 23 punten erbij, Pippi. Ah, die vieze kwal. Goed oh, gedaan. Jongens, kunnen we even verder? Ik heb ja, dat vind ik ook, want José heeft ook nog een voorwerp te gaan. Oh, ja. We gaan nu kijken en luisteren en genieten van het voorwerp van José. Komt-ie. Of moet het nog een keer? Dat mag, ja. Oké. Okay. Er zit toch een extra aanwijzing bij. Jij kan niet door de beugel. Nee, jongens. Wat dan? Welke capriole heb jij uitgehaald? Is het een gebruiksvoorwerp? Moet iemand het gebruiken? Ja. Heeft het met schaatsen te maken? Nee. Nou. Ietsje. Oké. Een schaats te maken, ja. Het zou kunnen. Een veger of een swiffer? Nee. Een trekker? Dat heb je wel mee te maken. Een dweil? Nee. Nee, de beer wel meestal dan. Een bezem? Dat ben ik dan wel, zeg jij. Nou, misschien zo. Ik zou je nog een eentje geven. De nabeer dat... Schiet op! Wat zeg je maar? Een mop? Nee. Wat voor mop? Zeg nou maar even, die aanwijzing. Je kan niet door de beugel. Niet door de beugel. Nee. Maar geef die aanwijzing. Wat niet weet, wat niet deert. Nou, dus? Dus? Ja, jawel. Niet door de beugel. Dus als je het gedaan hebt, ben je meestal een beetje net. Ja, je moet het lekker volgen zeggen. Je spreekt uit ervaring zeker. Nee, wat ja. Een verkeer. Een dronken dweil. Nee, je bent een verkeersdriehoek. Ja, nee. Een gevarendriehoek. Nee. Een verkeers... Nou, het zit wel. Hij helpt wel. Denk aan een scheve schaats. Wanneer maak je een uitglijden? Wanneer heb je voor op je plaats? Zeg even goed met de buurman. Hoe maak je een uitglijden? Als je dronken bent. Nee, en hoe doe je dat als je vreemd gaat? Wat heet dat ook alweer? Dat is lang geleden. En slippertje. Ja! Nou. Met nog 5 seconden op het randje, maar het waren toch 5 punten. Je sprokkelt ze langzaam bij elkaar. Brengt jullie op een tussenstand van 88 punten. Ja, wij kunnen gaan, hè. Wij kunnen gewoon gaan. Dat betekent dat de heren nog steeds dik voorstaan met 160 punten. Topper! Je kan nog winnen. Het is nog niet voorbij. Beginners geluk, jongens. In de laatste ronde namelijk kan je je puntenaantal verdubbelen. Als je dat doet, Patty, zou dat betekenen dat je wint. Dat jullie winnen. En die laatste ronde die heet Waar ben ik? Dat is de allesbeslissende laatste ronde. Die spelen wij als volgt. Ik bevind mij ergens op een locatie. Jullie mogen vragen stellen die ik dan beantwoord. Als ik je vraag met nee moet beantwoorden, gaat de vragenstelbeurt naar de overkant. Mijn aanwijzing luidt:
Hier word je lekker verzorgd. Ben je in een tehuis? Bijna. Dat krijg je door in je oortjes. Ben je ergens waar zieke mensen zitten? Zieke mensen? Je bent niet in je eentje daar waar je bent. Soms wel. Ook nog eentje soms dan. Je laat je toch niet ben je op andere, dan ben je soms wel lief. Ja, nee, ben soms je wel. In een bejaardentehuis? Oh, wat tof. Zo, ik word overruled hier. Dat betekent dat we naar de overkant gaan. Hey, ja, heeft het met huizen te maken? Ja. Zou het in de sfeer kunnen zijn van een soort aanleunwoning? Ja! Ah ja. Het is stil aan de overkant. 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 Dames en heren, we hebben winnaars. Het team van Gerard heeft deze aflevering van Wie ben ik gewonnen. Dat betekent dat het team van Patty de cadeaus mag uitdelen. Oh jeetje. Vergeten. Nou, dan verlies ik met liefde. Ik vind hier namelijk... Red je het? Vreselijk lelijk cadeau. Ja, nee... Jouw laatste cd. Ik vind hier namelijk van een Russisch ontwerper en een komiek die heet Borat... de man... Oh, ik kan niet maken. Die willen we even aanzien. En als je dan nog eens op die rode knop gaat zitten... We willen hem even aanzien. Nog één. Aantrekken! Dat is geen probleem, hoor. Hou wacht even. Jouw staat van alles. Yeah. Wat zie je eruit? Ja, lelijke. Heren. Die kleur staat je. Wanneer is het volgende concert? Ik heb nog nooit iets lelijks gezien. Ik vind het wel lief van Erika Terps trouwens. Nou, heb ik jullie, plezier mee, jongens. Jullie openingskostuum bij de eerstvolgende concert. Dankjewel. Dames en heren, dit was het. Kleur ook, zo'n festival. Hartelijk dank, José. Hartelijk dank, Varga. Hartelijk dank, René. Hartelijk dank, Gordon. Dankjewel.